Vandaag een bijzondere dag bij Microsoft, want wij gaan vandaag blind voor één dag. En in dit vlog, een special vlog, dus niet Julie op reis, maar Julie gewoon op kantoor bij Microsoft, neem ik jullie mee. Kom er eens even bij. Yes. Bob, hallo. Wil jij eens even vertellen wat we gaan doen vandaag? Ja, zeker. We gaan hier met best wel een grote club. Meer dan 10 man van Microsoft gaan we blind voor één dag. Dus we gaan allemaal eigenlijk gewoon een bril doen. Slechtziend of blind, of helemaal blind dus. En met die bril gaan wij proberen om ons werk te doen. Dus dat gaat een leuke uitdaging worden, denk ik. En jij gaat ook een blog schrijven, hè? Ik ga een blog schrijven, ja. Want ik vind het wel leuk om ook in het kader van mijn eigen slechtziendheid. En ja, ik ga vandaag helemaal blind. Ja, jij gaat helemaal blind. Ja. Want jij werkt wel eens naast me en dan zie ik jou met een enorme vergroter. Klopt, ja. Dat is dus ook een uitdaging in mijn dagelijks leven. Vergrotingssoftware en spraaksoftware. Maar ik ga dus vandaag helemaal blind, want het moet ook voor mij wel een beetje uitdagend blijven natuurlijk. Dus het is voor iedereen spannend vandaag? Voor iedereen, ja. Goed zo. En Michel, vandaag? Jij gaat veel foto's maken. We gaan kijken of we iets van een aftermovie kunnen maken. Een aftermovie. Nou, dus in mijn vlog dus een paar snippets, wat meningen. De aftermovie, het blog van Bob. Dus veel leuke dingen. Hey Florien, ja? Jij hebt ook een bril op, hè? Ja. En wat zie je wel en wat zie je niet? Ik zie een klein rondje in het midden en ik merk dat dit oog alleen maar kijkt. En die andere die laat los. En jij moet nu een lunch gaan pakken? Ja. Oké. Okay. Nou, ga maar laten zien hoe je dat doet. Nou, ga voorin. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dankjewel. Meiden, hoe is dat? Dat is een beetje warm. Je hebt net een glas ingeschonken, zonder dat je precies zag wat je deed. Ja, maar daarvoor heb ik deze. Je buddy. Ja. Heel goed. Hey Lieke, ja? Je zei net iets heel interessants terwijl je een broodje aan het eten was. Vertel eens. Ja, ik heb dus net een broodje kroket op en een broodje met ham. En het bijzondere is dus als je nu eet, ben je je heel erg bewust van je handelingen. Omdat je normaal kijk je naar dingen, of soms kijk ik zelfs tv als ik eet, of ben ik 3 dingen tegelijkertijd aan het doen. En nu is het gewoon je koud en je beseft in één keer wat de structuren zijn van je eten en wat je in je mond hebt. En het klinkt ook alsof het veel sterker of zo is. Dus is het lekkerder? Ik vind het lekkerder, ja. Maar ik kan me ook voorstellen, dus als je een niet lekker broodje hebt, dat je ook daar dus wel heel erg van kan schrikken. Okay. Dus ik denk dat het andersom ook wel heel heftig kan zijn als het iets anders is. Leuk. Ja, dat is een leuke conclusie. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Max, jij doet verslag van deze dag. Jazeker. Met de camera. Dus jij bekijkt het vanuit hele andere ogen. Ja, klopt. Wat valt je op? Nou, over het algemeen doen mensen het vrij goed, heb ik het idee. Ja. Mensen weten best wel hun dingen te vinden. Zeker ook door middel van het buddy-systeem heb je veel hulp. En kunnen mensen toch wel aardig rondkomen, heb ik het idee. Maar het is wel grappig, omdat ik zou eerlijk zeggen dat ik dan ook met de camera wel op zoek ben naar de momenten dat het fout gaat. Dus, dat het fout gaat. Ja. Nou, dan komen we misschien straks nog bij je terug. Ja. Wat gaat er fout? Het is goed, prima. So I'm joined by Cara Antoine, who you perhaps have seen in a vlog tweet that you tweeted to me on tweeting. You're the idea, the mother of this idea of doing with Microsoft NL, supporting the Oogfonds on Blind for One Day. And we raised a lot of money. Can you tell a little bit more? Yeah, it's just amazing, Julie. So I really thought going into this, if I can find one person that wants to do this with me, then I've got a team. And I never had expected that we would have a room full of people that were so interested in taking part in this experience today. It's very humbling, and I'm really grateful for all of the interest. I think it's so important, above all, that we raise awareness. And I was just speaking with one of the colleagues here in the room about the fact that for people who have an impairment, and a visual impairment in this case, of all of the people that are dealing with those impairments today, 75% of them acquired them at some point later in their life, so they were not born with it. 25% of those that have a visual impairment today may have been born with that condition. And so, you know, I think it's really important, particularly when you think about in the working age that we're in,
it's really important to understand that you know, people may be dealing with poor vision, low vision, maybe complete blindness, and it's important for the people in the room here today, the people wearing the glasses, as much as the buddies who are here with us also, that we have a mutual understanding of what that means and the effects and the impacts for people in the workplace who may be dealing with some type of a visual impairment. So to me, it was just so important that we raise the awareness, that we raise some funds. Yes, we raised more than 5,000 euros. Yeah, and it's even close to 6,000, I think. 6,000. So the Oak Fonds is spending more from our funding to do research on diseases. Yeah, fantastic, fantastic. And that has a huge personal meaning for me too, of course. And I know I've shared that story with many people, but I lost my left eye a couple of years ago on a business trip in China. And that was due to a fungal infection that started actually in my body and not in my eye, but it impacted my eye ultimately. And I've had a beautifully transplanted eye, and I'm incredibly grateful for the miracles of medical technology. But I also sometimes wonder, if we had known just that little bit more about fungal infections in the eye, would it, we have needed to go to such an extreme to transplant my eye? You know, or could we have done something otherwise to save the eye that I had, that I was born with? And so, you know, I think the personal meaning for today also for me is the fact that there's still research going on, and we still need to support and fund the research. And the Oak Fonds here in the Netherlands is a world premier institute, which is doing really good work for advancing our understanding about eye diseases and providing for people in that area. So I'm really, really proud of being able to be a part of this today and of the incredible response that we've had from all of our colleagues at Microsoft. Thank you so much for this great idea, and I'm looking forward to listening all the experiences and seeing the after movie from Michel Bauman. Yes. And the blog from Bob to get all our learnings together. And next year again, and a bigger team. Even bigger team. Thanks, Julie. Good idea. Bye bye. Bye now.